Iedereen en welkom bij een nieuwe video van Over Succes. Dat gaat over ecologie. In de ecologie gaan we dus kijken naar wie wordt gegeten, wie eet wat, et cetera, et cetera. In ieder geval dieren die dus met elkaar leven of van elkaar leven. Nou, daar horen voedselrelaties natuurlijk bij. En voedselrelaties is eigenlijk wel een lastig woord, terwijl het eigenlijk niet zo moeilijk is. Jij eet een plant, dan heb jij een voedselrelatie met die plant. Zo simpel kan het zijn, jongens. Oké, dit zijn de begrippen. Het zijn wel redelijk veel begrippen, maar een aantal van die begrippen zijn ook wel heel erg logisch, moet ik zeggen. Maar ja, voor mij is alles in de biologie logisch. We komen er wel. We hebben natuurlijk planteneters, die eten alleen maar planten. We hebben natuurlijk vleeseters, die eten alleen maar vlees. En we hebben natuurlijk alleseters. Van de verschillende soorten eters is helemaal hun gebit aangepast en hun verteringsstelsel op, dus het voedsel wat ze eten. Dus het verteringsstelsel en het gebit van een alleseter ziet er anders uit als dat van een vleeseter. Nou zie je dat meestal niet heel erg, maar zeker met gebit, je hebt natuurlijk bij een kat en bij een hond van die echte soort snijtanden, dat is natuurlijk wel duidelijk een vleeseter. En bij koeien hebben ze van die hele vlakke platte kiezen, dat is natuurlijk van een planteneter. Nou, planteneters hebben ook meestal een dikkere buik, want die hebben namelijk meer darmen nodig om hetzelfde te kunnen verteren. Planten zijn namelijk nogal lastig te verteren. Vlees is heel makkelijk te verteren, dus die hebben meestal een hele dunne buik. En alleseters, ja, dat is eigenlijk altijd een rommeltje. Beetje van alles wat. En dat zijn wij. En ze eten dus allemaal. Ah, zielig. Moet toch gebeuren? Nee. Wie wat eet, kunnen we heel makkelijk zetten in een voedselweb. Of voedselnet eigenlijk. En in zo'n voedselweb staan dus alle mogelijkheden van eten en gegeten worden. Hier zie je dus dat de vos is eigenlijk de toppredator. De vos die wordt eigenlijk door niemand gegeten. Terwijl hier een hert, fazant, konijn... Een soort zwijn. Ja, dat wordt allemaal wel gegeten. En deze vier die eten dan weer van bijvoorbeeld een boom. Ja, er zitten dus verschillende voedselketens in zo'n voedselweb. Want een voedselketen zou kunnen zijn eikels, fazant, vos. Maar het zou ook kunnen zijn boom, kleine vogel en iets van een havik. Dus hier staan verschillende voedselketens in een voedselweb verwerkt. Nou, een voedselketen is eigenlijk die wordt gegeten door dat en dat wordt die gegeten door dat. Is ook eigenlijk vrij simpel. In mijn klasse laat ik ze altijd oefenen. Dit is gewoon een filmpje naar Kruger Park. En dan kunnen ze dus kijken, zelf opschrijven en meeschrijven welke mogelijke voedselketens eruit kunnen komen. Dus bijvoorbeeld gras wordt gegeten door een bizon, bizon wordt gegeten door een leeuw. Maar het kan ook gegeten worden door een krokodil. Dus dat kan allemaal anders zijn. Nou, het is de opdracht die er dan altijd bij hoort. Als we gaan kijken naar dus producenten, consumenten, afvaleters, reducenten. Want je hebt natuurlijk een complete kringloop nodig. Een kringloop van het begin tot het eind. Even doorscrollen. Dit is zo'n kringloop, is de voedselkringloop. En wij horen hier eigenlijk altijd tussen. Tussen de boom en tussen afgestorven planten en dieren. Nou, uiteindelijk is dat wel zo, maar voor zover wij leven en ik weet jullie ook leven, zijn we dus nog niet afgestorven. Gelukkig. Hey. Maar uiteindelijk gaat er niets verloren. Er gaat allemaal niets verloren, want uiteindelijk ook als we doodgaan, dan gaat het gewoon weer door. En bacteriën en schimmels die maken van ons, als we doodgaan, weer nuttige dingetjes uiteindelijk van die komen uit de poep. Nou goed, het is een complete kringloop. Opname van voedingsstoffen, afgestorven planten, ontbinding van planten en dieren. Dus dat gaat schimmelen en er komen van die lekkere maden in en zo. En die poepen dus en bacteriën en schimmels die maken daar weer mineralen van en bouwstoffen. Dus het gaat gewoon eigenlijk altijd weer door. En daar hebben wij natuurlijk ook ons dingetje in. Want wij zijn consumenten, we zijn de verbruikers.
Maar we beginnen bij het begin. We beginnen bij producenten. En producenten die maken iets. En producenten die zijn altijd aan het begin van een voedselketen en een voedselweb. En dat is namelijk omdat die één heel belangrijk ding kunnen maken. En dat is glucose. Glucose, dat draait alles op. Het is namelijk een van de weinige energie dingen die er gebruikt worden in zo'n voedselweb, voedselketen. Dus producenten maken voedsel voor, eigenlijk voor zichzelf. Maar ja, ze weten niet beter dan dat ze af en toe opgegeten worden. Dus ook uiteindelijk voor ons. Producenten. Producing, maken. Nou goed. Consumenten is dus, dat zijn wij. En dat kan zijn van de eerste orde, tweede orde, derde orde. Maar daar komen we zo meteen nog even op. Consumenten die gebruiken dus iets. En consumenten die gebruiken de planten. Wij eten planten op. Of uiteindelijk als wij op worden gegeten door een leeuw, dan is een leeuw ook een consument, want die verbruikt ons dan weer. Meestal is het andersom helaas, maar... Oké, okay, afvaleters, dan moet je denken aan al die vieze, lekkere, kriolende wezens. Als wij namelijk uiteindelijk doodgaan, stel, wij gaan dood of een boom die gaat dood of een iets anders gaat dood, dan moeten wij ontbonden worden. En dat gebeurt dus door afvaleters. Dus wormen die eten ons op. Dan langzaam. En dode bladeren bijvoorbeeld ook. En dan poept die worm. Dus dat zwarte wat je hier allemaal ziet. Dat is eigenlijk allemaal poep. Oké, okay, stel misschien is het niet helemaal poep. Maar stel het is poep. Dan gaan bacteriën en schimmels. Die gaan van de poep weer nuttige dingen maken. Zoals mineralen. En dat gebeurt dus door reducenten. Dat is een verzamelnaam. Bacteriën, schimmels, die maken dus van al die poep, maken ze weer nuttige dingen. En die nuttige dingen, dan heb ik het over mineralen. En mineralen worden dan weer opgenomen door de boom. En de boom is een producent. En dan is het cirkeltje weer rond. Nou, ik had het net over die consumenten. Je hebt producenten, consumenten, eerste orde, tweede orde, derde orde. Staat ook in je boek. En het... Sommigen denken dat het heel erg lastig is, maar dat is het totaal niet. Je hebt een producent, die maakt iets. Dan heb je de consument, dat is de eerste ding, levend iets, dat dus een producent eet. Nou, de consument die eet weer de consument van de eerste orde en de consument van de tweede orde. En de consument van de derde orde, die eet dan weer de consument van de tweede orde. En zo gaat het gewoon door en door en door. Dus het is niet zo moeilijk, het zijn gewoon stapjes. Dus plant, dat is stapje 0 eigenlijk. En een consument eerste orde is dus de eerste levend iets dat die plant eet. En dan gaat het door naar de tweede orde, is dus degene die dus die plant daarvoor heeft opgegeten, wordt dan opgegeten. Dus. Ja goed, het vind ik wel logisch. Voor de rest, kan je deze ook kijken? Dit is eigenlijk een hele kinderachtige clip van hoe dat nou eigenlijk allemaal gebeurt. Terwijl het er wel heel duidelijk in wordt gelegd. Dus ik zal deze link ook nog even zetten beneden. Dus als je deze link nog wil kijken, het is vrij kinderachtig. Als niks voor je is, klik je weer weg. Maar het wordt dus wel heel duidelijk daar uitgelegd. En dan gaan we volgende les alweer door met kringlopen. En dan bedoel ik niet de kringloopwinkel, maar kringlopen in de natuur. Tot de volgende video en ik zie jullie dan alweer.